puntje mag er niet in. Maar dan moet het overal zo worden. Klaas Dijkhoff, dat is wel een goed punt, hè? Dan moet hij in ieder geval overal hetzelfde systeem hebben. Niet dat je een auto koopt en dan iedere maand weer ergens leest dat je weer niet ergens naartoe mag. Maar dat is nu het geval. Ja, dat is ook het geval. Daarom vind ik het goed dat de minister zegt van hou even op met die wildgroeilokaal. En met elkaar proberen af te troeven van laten zien wij zijn de meeste pesterige gemeente voor de auto's. En maak dan één uniform beleid. Als je een milieuzone hebt, dan zijn dit de regels. Mogen deze auto's erin en niet. En dan kun je daar ook rekening mee houden als je iets koopt of met wat je rijdt waar je naartoe gaat. Dan moet de Rijksoverheid dat dan afdwingen als die gemeentes blijkbaar allemaal hun eigen dingetje doen? Ja, kennelijk wel. Het had ook prima gekund dat gemeentes bij elkaar zitten en zeggen nou, milieuzone definiëren we zo. Maar kennelijk is er toch te veel behoefte om in nieuws te komen van nou, wij zijn nog strenger dan de vorige. Want dat is het. Zij zullen natuurlijk zeggen ja, maar dat is absoluut noodzakelijk voor het milieu, er voor is een grens, het leefklimaat er is in de stad. Tot op zekere hoogte kun je dat beargumenteren. Maar als je ziet wat er nu gebeurt, de een wil een sticker en de een wil dit jaartal mag niet meer. En de ander zegt nou, bij ons mogen nog modernere diesels er ook niet meer in. Dan zit er ook een element van symboliek in. Dat je niet meer zegt van nou, wat je nu er nog bovenop legt, voegt echt veel toe voor je leefomgeving. Maar het maakt het wel nodeloos ingewikkeld. Dan moet je maar gewoon één systeem hebben. Dus dan moet de VVD, minister Cor van Nieuwenhuis is van de VVD, als ouderwetse autopartij moet maar eens ingrijpen en zorgen dat het gewoon uniform wordt. Ja, en dan hoef je als gemeente het nog steeds niet te doen. Hè? Ik bedoel, als er geen reden voor is, moet je het niet doen. En er zijn ook heel veel andere maatregelen die het... Die je kunt nemen, zonder dat het meteen mensen in vrijheid in de weg zit om langs te komen in je stad. Precies. Nog even één ander dingetje, want dit is